terug bij Najib Amali, ga ik recht onder zijn neus proberen aan zijn aandacht te ontsnappen. Zo, Najib, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Ik heb nog iets leuks voor je voorbereid, maar voordat ik dat aan je wil laten zien, ben ik wel benieuwd, hoe ben jij nou eigenlijk begonnen? Ja, ik begon via de toneelschool, afgestudeerd acteur. En daarna zag ik al heel gauw in 94 Comedy Train. Mm-hmm. En ik zag die jongens in het theater. En ja, ik zag het, ik denk, ja, daar moet nog een Marokkaan bij, want ze deden allemaal met zelfspot. En dat zijn eigenlijk een beetje de mensen waar jij het hier over hebt, toch? De meeste ken ik. Er zijn misschien een handvol mensen net nieuw bijgekomen. Maar dit zijn de mensen die allemaal bij Comedy Train horen. Nou, vraag ik dat ook niet zonder reden natuurlijk. Want ik heb eigenlijk een experiment voor je bedacht, waarbij deze foto's een rol spelen. Oh, oké. Okay. Ja. Ik wil namelijk zometeen aan je vragen om even langs de foto's te lopen. Ja. En dan gaan even goed naar al je collega's te kijken en een beetje te observeren. En dan mag jij één van je collega's mag je uit gaan zoeken. Okay. Dus die foto mag je ook van de muur halen. Ja. En dan daarna mag je daar naar mij toe komen lopen. Oké. Okay. Alles duidelijk? Ja. Oké, zie ik je zo. Succes. Tot zo. Ik ben nog dat god, wat leuk dat ik die smurfs zie, maar wat kut dat die paddo's niet werken. Het is alsof je ziek belt op een vrije dag. Ik zit te twijfelen. Nog één ding over masturberen dan. Dan gaan we door met politiek. En er was een zwerver die zat de hele tijd naar me te roepen. En ik zei, ga weg. Hij zei, ik had niet tegen jou, ik had tegen je vriendin. Zo. Yes. Daar zijn we dan. Daar zijn we weer. Jij hebt één foto geselecteerd. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, Najib. Wie heb jij van je collega's van de muur gehaald? Moet ik het zeggen nu? Ja, graag. Dat is Soendus. Oké. Okay. Soendus. Het is mijn nicht. Ik maak altijd grappen. Dat dus kondig ik haar aan, zeg ik, hier is mijn nicht, mijn neef, Soendus. Ja. Jullie kennen elkaar ook? Wij kennen elkaar ook, ja. Ik weet nog toen ze begon, ja. Met haar carrière, toen was ik wezen kijken. Leuk. In dit experiment, Najib, ga ik proberen deze foto van je te stelen. Oké. Okay. Kijk, ik heb hier ook een mooie map meegenomen. Ja. Daar zal ik de foto even in doen. Oh, kijk, je hebt hem al nu. Ja, precies. Ja, dat ging wel makkelijk. Ja. Zo. Haar foto. Gaat in de map. Opgeruimd staat netjes. En deze geef ik aan jou. Oké. Okay. Goed. Nee, ik heb niks in mijn mouwen zitten. Yes. Nu het volgende. Ik kan me voorstellen dat jij denkt... Victor Mits, illusionist, foto's stelen... Dat moet een illusionist nog wel lukken. Dus ik ga het mezelf extra moeilijk maken. Okay. En daar komt deze kist in het spel. Okay. Jij mag mij namelijk gaan handboeien en in deze kist opsluiten. Serieus? Serieus? Nou word je vrolijk, zie je. Nou ja, dat in een kelder. Ja, ja, precies. Ik zal hem even voor je openmaken. Als je hier is het opgesloten, met de handboeien, kom ik daar niet zo makkelijk uit. Hoe ga je dat doen? Ja, dat wordt de illusie natuurlijk. Ik geef deze sleutel vast aan jou. Ja. Ik stap in de kist. Zo. Oké, deze zet ik hier even, hè? Je mag hem hier ook op de punt neerleggen als je wilt. Ja, ik hou hem in de gaten, zo. Jij mag deze twee even vasthouden. Ja. En dan doe je hem een beetje strak. Ja, dan heb ik hier een... Nog meer slotjes. Slotje. En dan mag je hem... Zo? Ja. Het is toch de omgekeerde wereld. Een Marokkaan die een Hollander vastbindt met handboeien. Check. Oké. Okay. Ja. En dan de andere kant. Dan geef ik dit slotje vast aan jou. Ja. Ja, Victor. Yes. Yes. Ja, hier kom ik niet uit. Oké. Okay. Er is nog één dingetje, Najib. Oh, ja. Ik heb wel een soort van trigger nodig om te kunnen ontsnappen. Ja. En daarom heb ik jou gevraagd van tevoren of je mij zou willen roasten. Ja. En dat is puur om op te kunnen winden. Anders lukt het me nooit om uit deze kist te ontsnappen en die foto van je te steken. Ja. We hebben hier ook nog duct tape liggen. Als je het leuk vindt, mag je ook nog even mijn mond afplakken. Wil je dat? Ja, dan weet ik zeker dat ik helemaal geïrriteerd raak. Dit is kinky, jongens. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Tenminste nog nooit bij een man. Nee. Hey, en als ik straks 3 keer op de kist klop, dan mag je de map openmaken en kijken of het me gelukt is. Alles helemaal duidelijk? Ik zie niet in hoe jij dit gaat doen, maar... Het is een uitdaging. Het is een uitdaging. Oké, nou dan zou ik zeggen... Ja, ben ik klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, man, dan ga je.
Nou. Heerlijk. Mm-hmm. Get down. Mm-hmm. Ja. Nou. Ja, de mensen nog afscheid nemen. Kijk voor je vingers. Zo. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie allemaal massaal zijn gekomen op deze prachtige dag waar wij Victor Mits gaan roosteren. Ja, en het lijkt natuurlijk heel bijzonder wat hij doet. Hè? Ik bedoel, een vrouw doormidden zagen. Nou, geloof mij, mijn vrouw zaagt me 4 keer in de week doormidden, Victor. Goed, hij zit daar in die kist en probeert er zo dadelijk uit te komen. Het is een truc, dames en heren. En zoals jullie misschien weten, Victor is arts. Maar ja, zijn goocheltruc beter maken. Ho, maar. Je staat op je site Minds. Wat staat er op je site, Minds? Mits maakt goochelen sexy. Yeah, right. Goochelen sexy. Ik bedoel, een scheetkussen kan je ook niet sexy maken. Het is gewoon een beetje wat het is. Ik ben ook een soort goochelaar geweest vroeger dan. Ik heb al mijn besteedbare inkomen ook laten verdwijnen. Maar dan domme neus. Ja. Nou, ik vond jullie een fantastisch publiek allemaal. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En ik hoop dat Victor het leuk vond dat ik hem even roosterde. En you love degene die je roost. Laat dat duidelijk zijn. Serieus? What the fuck is dit? Nee, dit kan echt niet. Dit kan toch niet? Keep one eye open like... Hoe dan? I got my head full of dreams. Victor? All shattered and broken like you never chose love. Jezus, geloof je gewoon niet. Geloof het. Ik sta er gewoon bij, hè. Ik sta er gewoon bij. What the fuck? Something's got to give. Something's got to give. Hij schat. Had je me niet verwacht? Dit effect heb ik wel vaker op mensen. Oh mijn god, je bent weggeschrokken. Kan je me losmaken, schat? The fuck oh is mijn... dit? Hi. Wat is het? Ja, ik ben het echt. Hoe dan? Ik heb jou nog nooit sprakeloos gezien. Flabbergasted, perplexed, van me apropos. Al die dingen. Ja, dit is echt ongelooflijk dit. Je zit mij op. Dit is niet normaal. Waarom jij? Waarom nou jij? Waarom ja? Dat vraagt mijn man zich elke dag. Ja. Waarom jij? Ah, ja. Wauw, zeg. Je bent Jezus. Helemaal... Nou ja, ik ben helemaal... zweten, joh. De tering. Zo. Ik dacht, ik trap er nooit in. Die foto, dat vond ik al een truc. Dat is al een truc, als je een foto kan veranderen. Mm-hmm. Terwijl die daar is. Ja. The fuck, hoe dan? Magic. Dat is al een truc. Die kist gaat open en hij is er niet en Soendoes ligt erin. Ik heb je in het begin natuurlijk gezien, toen ja, je bezig was. Zeker. Toen zei ik nog, die komt er wel. Heb ik gezegd. Ja. Maar niet dat je echt komt. En dat maar je niet ook hier. Ja, dat had niet gehoeven gewoon. En ik ben nuchter. Dat is het hele... Kijk, als ik dat nou niet was, had ik gezegd, oh fuck man, dat is echt goed. Ik ben gewoon fucking nuchter, man. En ik denk, hoe dan? Ja. Zullen we hem ophangen? We gaan hem ophangen. Ja, zullen we hem ophangen? Ja. Hey, dus hij zit nou bij jou thuis te zoeken. Ik denk dat hij... Waar hing deze? Daar hing hij. Je weet toch wel waar je hing? Oh, daar. Oh, ja. Kijk. Hoppa. Soendos Salamadi. Zo zie ik er wel uit zonder make-up, dus dat klopt ja, wel. Ja, ja, ja. Maar hoe dan?